is gescheurd. Oh. Oh-oh. Ja, mijn kap. Daar gaat ze. Dank u wel, Anna. Wil je op mijn rug zitten, mama? Lekker hier. Ja. Oh. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. Mijn naam is Ise. Mijn naam is Anna. En vandaag hebben we een superleuke video. Ise en ik gaan echt lachen. Yeah. Want Celine en Anna gaan de dag samen doorbrengen. Ja? En niet zomaar. Ise en ik gaan jullie heel de dag lang ducttapen aan elkaar. Aan elkaar. Dus jullie mogen meteen rug tegen rug gaan staan. Oh, het is direct. Rug tegen rug. En wij gaan jullie helemaal inpakken. Anna gaat nog een trui aan doen, anders gaat het misschien koud worden. Ja. En Ise, ze mogen hard aan elkaar klappen. Hè. Heel de dag. Yes. Lukt het, Anna? Sabah, Anna, hallo? Ja, hallo. Lukt het? Amai, hoe? Ja, we zijn er, we zijn er. Allee. Dat is echt... Oh. Mega, maar ik heb een probleem. Ik moest nog pipi doen. Oh, nee. Oh, nee. Ik moest echt naar het toilet. Ja, dat gaat nu niet, hè. Oh, man, ik ging dat echt nog doen. Oh, nee. Ja, dat is wel. Ben ja. Ik vergeten. Dat is... Nee, kom jij. Nee, jij moet wachten en ik moet ze lopen. Ik ga zo echt. Ja, dit wordt echt. Ja, precies in mijn buidel. Maar wacht, wacht. Straks gaan we alles doen. Hoe kunnen jullie in de auto zitten? Oei. Oei. Ja, ik weet het niet. Maar voor we verder gaan met deze video, Anna. Kijk, hij op mijn foto. Oh. Ik ging vragen. Voor de likeschouwer! Voor de likeschouwer! 17.573 likes! Ja. Let's go! Abonneer ook even en laat weten in de reacties. Met wie jij vastgebonden wilt. Ja, echt hè? Ja. Met je mag kiezen: een familielid, een vriend of een vriendin? Of je buur? Je buur? Wie zou jij kiezen? Vriend of vriendin? Vriendin vandaag? Maar Anna is toch ook buur? Ja, maar... Nee, Anna is meer vriendin dan... Ja, zij is dochter van de buur. Of ben jij de baas van het huis? Ik ben de baas van het huis! Oké. Okay. Nee, kom er! Oei, oei. Anna vindt het al veel te leuk. Anna! Dit wordt echt vermoeiend vandaag. Misschien moeten jullie eens proberen hoog houden. Trixie. Oh-oh. Ja, ze hebben een bal. Oh. Ja, mooi. Bijna. Ja, lukt wel. Oh, bijna, bijna. Niet zo snel. Wat zei je? Trixie. Kunnen jullie zitten? Ja. Oei, oei. Hoe is het? En hoe voel je je, Anna? Goed. Ben je dan bij? Ja. Ja. Heel de dag bij Celine. Ja. En ik heel de dag bij Celine. Ik hoop voor jou dat ze niet woest gaan worden. Ja, prik ze er vandaag. Het monster. Ja. Probeer eens recht te staan nu. 3, 2, 1. Wow. Oh, vlot. Vlot. Wie gaat zitten? 3, 2, 1. Wow. Het is dan makkelijk. De challenge is net begonnen en Anna is al aan het klagen. Anna, wat is er? Ik heb veel te warm. Heb je te warm? Ja. Doe je, maar je mag je trui uitdoen. Ja, 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 en naar waar we gaan, dat gaat ook warm. Ja, gewoon zo. Hoe kan het niet? Of hangt het ja, ons ducttape hangt daar ook. Oei, het hangt te veel vast. Oei. Nee, Anna, ik sta niet alles uit doen. Dat zou ik niet. Maar ik heb een leuke verrassing voor jullie. We gaan naar een indoor speeltuin. En jullie mogen daar samen van de kleibaan gaan. En daar gaan we ook al super warm. Ik ben veel te warm. Ja, ik ook. Ik ben hier aan het zweten. Dat is niet normaal. Anna, we gaan jou helpen om jouw trui te doen. Dat gaat toch niet, die ducttape aan. Ja. De challenge is heel de dag geducttaped aan elkaar. Ja. Ze moeten zich wel heel de dag goed voelen. Dus ik stel voor, Ise, dat we die ducttape ervan halen. Eén rondje laten. Dan kan ze haar trui uitdoen. Die ducttape hangt aan die trui. Ja. Ja, maar als we het... Als we, kijk, kijk, wacht. We gaan dat filmen. We gaan dat filmen. Ise heeft ook een idee. Wacht, en nu je arm naar hier doorsteken. Ja. Uh-oh. Ja, maar oké. Celine kan nog haar niet... Oh, haar arm zit vast. Uh-oh. Daar is... Niet kantelen. Ja, dat is één arm. Ja, die gaat niet lukken.
Uh-oh. Ja, stel dat je die hebt, kunnen we wel je trui uitdoen, denk ik. Ja. Hoor. Nee, want die hangt echt goed vast. Maar die trui moet sowieso uit, ja, want als we in een indoor speeltuin zijn... Oei, dus de mijne ook dan, of wat? Denk het wel. Ja, maar hoe dan? Wacht, ik heb een idee. Ise, ik heb een idee. Het is heel de dag geduct-taped aan elkaar. We gaan nu de benen even duct-tapen, dan doen we dit eraf. Blijven jullie aan elkaar geduct-tapen. Trui uit, duct-tape daar en klaar. Mooi. Voilà, oké. Okay. We hebben nog een oplossing. Céline moet super dringend naar het toilet, dus we gaan even jullie handen doen. Oké. Oké, dan kan Céline naar het toilet en kan Anna zo buiten blijven staan. Handen. Dat kan toch niet met haartjes gaan naar een borstje. Wat? Met geen haartjes. Haartjes? Maar je kan nu nog even niet. We moeten wel naar de speeltuin, hè? Dus een beetje tempo maken. Dank u. Anna! Snel! Laatste snel, Anna! Ze heeft Anna! Ze Maar doe maar aan mijn handen. Nee, want ze moet haar trui nog uitdoen. Ja, maar dat kan straks toch? Ah, ja, dan doe je dat weer los. Ja, ja, nee, maar ja, laat maar. Doe maar gewoon Ise. Het is gewoon om naar het toilet te gaan. Dus, voilà, laat maar los, gewoon om naar het toilet te gaan. Anna. Ze wordt doen. Kom, jullie kunnen nu naar het toilet. Ah, nee. Anna, rustig, rustig. Pas op. Oh, merci, zegt ze. Ah, mijn hebben jullie op elkaar tegengetrapt? Anna, wat doe je? Anna, ik ben ook vast. Ja, nu ga je wel naar het toilet. Hup, ja, ga eerst naar het toilet. Laat eerst Anna haar trui. Maar dat kan nu toch niet? Jawel, kan je trui uitzien? Ja, nee, ik denk dat niet. Ik kan nu ook doen, hè? Ja. Nee, niet dat. Kijk, Suzanne, Suzanne. Jij bent het wachten, hè? Daar blijf je. Niet kijken! Kan je aan het toilet? Ik weet het niet. Nee! Kan je niet aan? Wacht. Anna, iets meer naar hier kijken, hè, Anna. Ja, zo. Voilà. Doei! Ja. Ze zijn terug. Nu gaat Ise de benen aan elkaar doen. En dan kunnen ze hun trui uitdoen. Dan opnieuw. Helemaal vast. Sta maar recht. Ze moeten toch niet recht staan? Dit is wel de laatste keer vandaag dat we jullie zo hard helpen. Ja, dank u. Pas op. Moet ook niet veel zijn, hè, Ise. Straks is onze duct tape op. Ah, op haar vel. Ai, ai. Heerlijk. Oh, dat kan toch. Wacht, ik heb schaar. Anna, waarom zie jij zo hard af van deze challenge? Pas op, hè. Let op je hand, hè. Ah! Wow. Oh, dat was niks, dat is Anna, dat is Anna. Oh, je vel. Je maar ze hangen nog steeds aan elkaar, ze hangen nog vast. Kan je shirt? Oh, dat meen. En een short voor mij. Oh, een short? Een short en een shirt? Ja, short. Nee. Jawel. Gaan we ooit, straks is die speeltuin gesloten, ja, hè? Ja, een shirt, we kunnen onze jeansbroek nog in de lucht kunnen. Ja. En dan een plakband. Dat blijft dan. Wacht. Plakband hier en dan in mijn broekje. Voilà. Maar wacht, een shirt, welk, een voetbalshirt? Nee. Allebei dezelfde shirt. Goh, maar welk shirt heeft ze dubbel? Die misschien? Ja? Ja? Ergens boven in mijn kast. Goh. Anna, één deal vandaag. Oh. Anna, auw. Mijn tanden. Ah, allee, Anna. Ze is woest. Ik wil één deal met jou maken vandaag. Kijk, kan je vandaag alsjeblieft niet woest worden? Woest? Ik zou niet woest doen. Ga je heel dag flink zijn? Echt? Wauw. Dat kan niet. Ja, echt, hè. Anna die niet boos wordt. Echt, hè? Dat wil ik nog eens zien. Dat gaan we een keer zien op het einde van de video. Ja. Geniet van deze mooie beelden. Anna, ga je deze challenge volhouden of niet? Allee, Anna, deze lijkt het meest... Ze waren aan het ontsnappen. Die... Ah! Als jullie ontsnappen, is de challenge gefeild. Ja, mijn voeten aan! Ja, ja. Nu kan ze niet stoppen. Ik ben heel tijd op één been lopen. Ik heb geen voeten. Wacht. Ja. Dus deze. Ja, ja. Dus even camera weg en jij mag. 3, 2, 1. Oh, wauw. Prachtige transition. Okay. En jullie hangen nog steeds aan elkaar. Jullie mogen recht staan, opnieuw aan elkaar. Maar Anna, Anna, als je het snapt, is de challenge gedaan. Wacht, je moet recht staan.
Voor in de auto moeten misschien jullie zo blijven staan even. Nee, gewoon naast elkaar. Nee, voor in de auto is het safe inderdaad de handen even. En als we daar aankomen... Handen en benen. Nee, voor in de auto is dat wel... Ik zou gewoon handen doen voor in de auto. En dan als we er zijn, opnieuw helemaal. Waarom zo erg, hè? Ja, echt, hè. Waarom moet ja, is genoeg. Ze hangen aan elkaar. Hé, hey, mijn oren. Voilà. Oké, we zijn weg. Ondertussen zitten we in de auto. Anna en ik zitten op de achterbank, geboeid. Nee, het is niet echt geboeid. Het is geduct-taped aan elkaar. En Michiel en Izzy zitten van voor. Anna, gaat deze challenge slagen of niet? Ja? Ja. Wanneer je boos wordt? Wanneer is het geslaagd? Als jullie heel de dag aan elkaar geduct-taped zijn. We zijn binnen en het eerste wat we gaan doen is jullie opnieuw helemaal aan elkaar duct-tapen. Daar gaan we. Ja. Let's go! Anna, aan de man! En als jullie flink zijn, krijgen jullie straks iets lekkers om te eten. Echt? Ja. Ik ook, hè. Wil je iets lekkers om te eten? Is dat schoon? Nee, het moet goed vastzitten. Ik ben helemaal duizend. Anna heeft haar buik super hard opgespannen, waardoor het nu echt super los zit. Oh, is het echt los? Ja. Is dat handiger of is het beter dat het vast zit? Ik denk ook beter dat je vast moet. Ik vind het ook vast. Oké, okay, opnieuw. Ja, opnieuw. Hard aanspannen, Ize. Nee. Kunnen jullie iets sneller stappen? Zeker. Nee? Toch warm, Anna. Gaat het echt zo traag? Kan je ze niet dragen? Wel, ik was ook aan het denken om Anna te proberen te maken. Oh. Dat haasje, hè. Vallen, Anna. Pas op van je rug, hè. Oei, wacht, wacht. Eerste challenge. Eerste challenge. Straks gaan jullie van deze glijbaan. Ja, dat vind ik. Maar eerst springen jullie in het ballenbakbad. Oh. Dat ziet er echt pijnlijk uit. Oh, dat is niet normaal. Dat is niet normaal. We hebben een trauma aan ballenbakballen. En jullie zien nu waarom. Het ligt hier gewoon vol. Helemaal tot daarachter. Probeer eens nu recht te staan, zo door elkaar. Doe wat elkaar. Nee, dan moet je armen. Echt tegen elkaar duwen. Armen moet je zo in elkaar. En dan met je benen recht. Kijk. Dat is wat mijn challenge. Oh, recht kraken zo. Ja. Bijna. Bijna. Ja. Tijd voor de tweede challenge. Anna, ze nu gaat achterover vallen, hè. Oh, rustig, rustig. Oh. Als we het aantal likes halen op deze video, doe ik dezelfde challenge met iemand die jullie kiezen. Dus laat het weten in de reacties. Nee, jullie moeten dit niet doen. Jullie mogen wel. Maar Anna wil die glijbaan. Die kleine glijbaan. Deze, maar hoe gaan jullie die doen? Die is mini. Maar, oh man. Het ziet er echt pijnlijk uit. Het ziet er echt moeilijk uit, hè. Maar pijnlijk vooral. Oh, sorry. Pas op aan jullie hoofd. Nee, oh, jullie gaan echt pijn hebben zo. Oh. Anna, ga vol. Wat is dit, man? Ja, deze is geslaagd. Nu is het tijd voor de grote glijbaan. Oh, tot max 4 jaar. Ja. Hallo? Hallo? Isa, heb jij nu echt 1 euro gegeven? Het is 2 euro. Dat meen ah, ja. Oh. Helena! Hallo! Hallo? Hallo! Van welke challenge kennen jullie je nog? Ja, mensen. Oh, Anna is bezig. Wacht, doe maar, Anna. Mam, ik druk de daar niet eens op. Maar Anna, je moet jouw stuiterbal pakken, alsjeblieft. Is dat een stuiterbal? Ja, een gele. De gele, ja. Nog, naar links. Ja! Nee! Ja, jawel, ze heeft de gele. Ze heeft... Oh, wacht, Anna. Kalm. Ik zal je vasthouden. Oh. Heb je... Stoor eens. 2 prijzen. Oh. Oh nee, nu ga je de hele tijd dat horen. Ja. Is Bram aan telefoon? Ja. Hey Bram, kom je in de challenge? Ja, ik ben er binnen 20 minuten. Oh, oké. Okay. Tegen dan zijn Celine en Anna boven op deze trap. Ja, denk ik ook. Nee, gooi eens die bal naar elkaar zonder te kijken. Challenge. Oei. Wacht hier. Nog eens. Anna? Ja, Anna kan dat wel. Nee. Sorry. Ik zie hem. Hallo? Deze. Squishy. Nee.
Ja, if you're happy and you know it, clap your hands. Ja. Nee, eentje. Ja, squishy. Nee, gaat daarin. Tweede poging. Oh, nee, maar twee. Jij hebt er twee, Maar. Sorry. Drie, twee. Hé, wat raar. Kopje. Die maakt toch niet lawaai, hè? Kijk, dat is kakken. Maakt die lawaai? Nee, dat is squishy. Maar maak je die stinkt. Kan ik dat eens voelen? Anna, niet alles is voor jou, hè? Dat is ook een trollijzer. Maar dat ruikt zo'n squishy. Let's go. Hebben jullie tactiek? Anna omgekeerd, Celine rechtdoor. Oh, wat, jullie gaan snel? Ja, hè. Sneller dan anders. Ik zie die laatste. Ja, we zijn er, Anna! Check daar. Oh, ik zag daar iemand. Oh. Elena! Ze wil stiekem ook geduct tapes worden. Kom maar. Moeten we jou erbij houden? Ja. Je mag, hè. Met drie. Ja. We gaan Helena er even bijhangen, want ze is heel jaloers aan het kijken. De duct tape is geleverd. Ja, dat is wel heel laag, dat gaan jullie benen zijn. Ah ja! Oh. Dat voelt raar, hè? Mooi. Maar ik ben nou nu niet gaan vallen. Ja, goed gedaan, mensen. Als nu één iemand valt, hè? Ja, dan is het iedereen. Durven jullie zo van de glijbaan of is dat echt gevaarlijk? Ja, dat is te gevaarlijk. Nee! Hoe gaan we dat doen? Oh, hoe stappen ze? Check die video. Hier is een glijbaan. Die is echt stijl. Dit is misschien de domste challenge ooit. Na die ballenbak op kleur sorteren. Die was nog dommer. Wacht, Helena. Wacht. Jullie gaan allemaal samen van deze glijbaan. Wacht, ik ga eerst dat ik jullie kan filmen als jullie aankomen. 2 seconden. Ah! 3, 2, 1. Oh, wie is er los? Anna, jij en Celine hangen toch nog aan elkaar? Oké. Anna en Celine hangen wel nog aan elkaar. Het ging wel vlotter dan gedacht. Ik zag dat ik en haar gezicht was zo... Ja. We hebben eten. Huh? Hier, deze stoel kan toch? Maar dat is gewoon bij de fix. Ja. Ize is daar van alles aan het fixen. Kijk, zit jullie nu hier? Oh ja, maar een andere stoel, hè. Is het... Jouw idee was bijna top. Nu helemaal. Oh, wauw. Dit is echt een gigantisch slim idee. Jullie worden wel goed verwend, hè? Ja. Anna, je kan niet tijd aan tijd doen met Celine, hè? Maar wat mee? Tijd aan wat? Tijd aan wat? Weet jullie wat tijd aan tijd is? Nee. Nee, dat is als je recht over elkaar zit om te eten. Tijd aan tijd. Tijd, wat is dat? Tijd is tijd, tijd, ja. Ja, tijd, hè. 12 uur, tijd. 1 uur. Het is tijd. Het is tijd. Dank je. Wauw. Ik ben afspraak. Oh. Ja. Wat? Wat ging je zeggen? Vind je het lekker? Heel lekker. Dank u wel. Kijk wie we daar hebben. Oh. Vrouw, we hebben pannenkoeken, hè. Eentje voor mij. Oh, nee. Is dat de challenge? Dat is de challenge. Ah, hij heeft het door. Hey, Bramski, wakker worden. Hier staat nog een mega elastiek toren. En ik wil dit wel eens zien. Eerst mogen ze hier vanaf gaan. En dit rolt. Kan jij nog eens storen hoe je hierop loopt? Oh. Jullie zijn echt gek, hoor. Oh, en daar zijn Serena en Anna. Oh. Zij kunnen dat. Oh, als Bram daar nu opvalt, is hij direct naar beneden, hè? Ja, wel. What? Ze komen! En nu is het tijd voor de elastiektoren. Weer naar boven. Hier! Oh nee! Die maakte zoveel lawaai in die challenge. En licht. En daar lagen wij. Hier lagen we te slapen. Echt? In 24 uur in het speelparadijs. Juist, dat was hier. Lagen we hier. Heerlijk. Moet je wel zijn. Top matras, hè. Goeie matras. Slaap wel. Heb je hier echt geslapen? Ja. Volly, was je weg? Ja. Bram, ja? Wij gaan met de trap. Jij moet proberen eerder boven te zijn. Oké. Go. Hier zijn Sri en Anna.
Bram is daar aan het kruipen. Oh, wat gaat nog precies? Bram is boven. Ja, jullie doen het wel goed, hoor. Ga jij eerst. Okay. Ik ga naar boven. Jullie band wordt alleen maar sterker. We zijn eindelijk boven en klaar om aan de elastiektoren te gaan. Het is gescheurd. Oh-oh. Oh-oh, de duct tape. Nee. Oh-oh. Wacht, blijf zitten, niet bewegen. Easy. Ja, ik heb nog geen duct tape, hè. Oh, we moeten sowieso eerst naar beneden. Nee. Iemand moet duct tape halen. Ja, iemand moet duct tape halen. Weet je, die... Oh, wat? What? Ik weet niet of ik dat beeld had, maar dat was niet normaal. Zij dook gewoon met haar hoofd eerst. Oké, dan moet ik straks ook eens proberen. Jullie mogen echt niet bewegen, want het zit bijna eruit. Oh. Dan is het gedaan, dan is het gedaan met de challenge. Ja, de redding in nood. Doe maar, Ize. Anna, armpjes omhoog. Helena, jij mag naar beneden en Bram, jij mag ook naar beneden. Hoofd eerst. 3, 2, 1. Bram! Ja, ik ben benieuwd. What? Oh, wat? Eleonore is de gekste van allemaal. Echt? Ja. Oh nee. Ja. Ik denk dat dit heel fataal moment is. Maar ik blijf boven, dus voor ik beneden ben moet alles hersteld zijn, want dan heeft niemand het gezien. Ik heb een plan. Jij moet eerst en Celine moet dan op haar rug naar beneden gaan, maar jij wat daar tegen. Anna wat daar tegen, of omgekeerd. Dit slaagt de challenge, vindt Ja, jullie zijn wel 1 laag verder. Door hetzelfde gat al te gaan. Ze zijn weg. Ja, goed. Ga lukken. Lukt het? Ja. Ja, ik zit vast. Ik zit zelf vast. Ze zijn er bijna. Ja! Oh, en ze hangen nog vast. Ja, dat is gedaan. Hier de camera. Goed gedaan, Anna. Michiel is er ook. Ize staat. Waar is Ize? Hier, hè? Ja, hallo. Er is hier nog 1 glijbaan. En als die geslaagd is, kunnen we naar huis. Ze zitten klaar. Celine zit klaar. Alla zit ook klaar. Oh, ze komen. Oh. Goed gedaan. We gaan naar huis. Goed gedaan. Geslaagd. Sorry. Ik vind dat de challenge geslaagd is. Celine en Anna gaan eerst wisselen naar de handen om opnieuw in de auto te zitten. Bye. Bye. Doei. Bye. Afscheid nemen bestaat niet. We zijn opnieuw thuis en ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Wat wil je eerst horen? Slecht, denk ik. Yes. Slecht. Duct tape is op en jullie hangen nog steeds aan elkaar met een heel klein beetje duct tape. Maar het goede nieuws is, ik heb een oplossing. Het is wel mooi. Ja, het is even sterk als duct tape. Okay. Ja, dit plakt wel beter dan een duct tape. Ja, ik vind het ook. Zo kunnen jullie weer verder. Ja, maar nu moeten we even rusten. Ja? Het is een zware dag. Tijd om een film te kijken. Moeten we zo een film kijken dan? Ja. Schoon. Kan toch? Ja. Even stil, ASMR. One hour later. Ik denk dat Trixie een beetje jaloers is dat Celine heel de dag aan Anna hangt. Toch Trixie of Kairini? Ja. Wat zeg je? Abonneer op ons kanaal. Oh, dat kan ook, hè, Trixie. Reageer de kleur van de tong van jouw huisdier. Bij ons is het blauw. Toch, Trixie? Ga je slapen? De film is afgelopen. Yep. En nu is het tijd. Bedtijd. Ja, tijd dat tijd. Bedtijd dat tijd. Ik vind alleszins dat jullie de challenge heel goed gedaan hebben. Goed gedaan. Maar we zijn er ook niet. Nee, dat is waar. Tandjes poetsen. Wacht. Kijk zo die satisfying compilaties op TikTok met geluid gewoon? Ja. We gaan dat even doen. Bob, succes. Wauw, dat was goed gelukt, denk ik. Och, arme Anna, wil jij je tandjes niet poetsen? Nee. Oei. Arme. 3, 2, 1. Oh. En nu, hè? Ik denk dat jullie pyjama moeten aandoen. Nee, dat gaat niet. Gewoon zo. Ja, zo. Nou, hier. Ja, voilà. Slaap wel. Slaap wel.
Jullie hebben de challenge super goed gedaan. Ja! Applausje voor jullie zelf. Kunnen jullie een high five geven? Ja. Ja, zoiets. Heel goed gedaan. Hopelijk vonden jullie het leuk. Laat zeker weten in de reacties met wie jij graag een dag geductaped aan elkaar wil doorbrengen. Wat was het? Je buur? Je ouders? Vriend of vriendin? Ja. Een van die vier opties. Laat het weten en wij zien jullie gewoon in de volgende video. Stop. Mogen we dat nu uitdoen? Nee, zo slaap. Oh.